In Schravenpolder werd gistermiddag een panna- en spelletjesinstuif gehouden in de speeltuin. Speeltuinvereniging Wij Spelen en voetbalvereniging Apollo 69 werkten daarbij samen met de basisscholen en de gemeente Borselen. Nou, voor Schravenpolder is het eigenlijk van belang dat de jeugd eigenlijk, maakt niet uit waar je vandaan komt, wat voor afkomst op wat voor school je zit, dat je eigenlijk gezamenlijk leert samen te spelen, leuk met een bal leren omgaan, spelletjes in de speeltuinvereniging. De speeltuin, daar komen allemaal jongens, vrijwilligers van alle geledingen. Daar willen we bij de voetbal in feite willen we daar ook gewoon graag naartoe. Maar vooral die kinderen, als je ziet wat voor plezier ze hebben met elkaar, daar doe je het voor. Ook de Borselse wethouders Ad Schenk en Jan Sandé namen het tegen elkaar op tijdens een voetbalpanne. Ze werden daarbij ondersteund door enkele kinderen. Bijzonder was de deelname van de reformatorische basisschool Koningin Juliana.